you need to do is catch up with her. Yo, what up beste gasten en gastina's en welkom weer terug bij eindelijk weer Crazy Craft. Ja, de vorige wereld was helemaal geëxplodeerd. Er waren wat fouten, er waren wat dingen mis met Crazy Craft. Maar hij doet het nu gelukkig weer, dus we kunnen weer verder. Ondertussen heb ik even de laatste twee dagen heb ik even een huisje gebouwd, even snel. Mijn chesten neergezet, zodat we in ieder geval wat kunnen spelen. Het houdt alleen dat ik natuurlijk het huisje ga ik allemaal upgraden. Moet ik nog helemaal inrichten, ga ik samen met jullie doen. Maar ik wil eigenlijk zeggen, op avontuur, want in deze wereld, ik heb het enige wat ik heb gedaan is boompjes hakken, is een beetje mijnen. Is een, zoals jullie zien, een girlfriend vinden, die heb ik natuurlijk weer. Daar heb ik natuurlijk nog een naam voor moeten hebben, die jullie mogen verzinnen natuurlijk. Dat maakt dus uit, kom met een leuke naam, dan ga ik hem geven. Ik moet natuurlijk ook weer een kijkerswol maken, ik moet weer zoveel dingen doen. Maar we gaan weer gezellig verder met Crazy Craft. Mijn bedoeling is om dit ongeveer 2 tot 3 keer in de week te uploaden. Daarnaast wil ik kijken of we natuurlijk weer verder gaan met Underground Survival natuurlijk. Zo, dus je krijgt het genoeg likes, ga ik mee verder. Daar wil ik waarschijnlijk een teambeeld mee maken. Dus het teambeeld, dat houdt in dat ik af en toe weer iemand vraag om mee te doen. Dus dat gaan we nog even kijken. Maar Crazy Craft ga ik momenteel gewoon solo doen. Omdat over 2-3 weekjes komt er weer een nieuwe update vooruit. Komen er superhelden erin, dus dan kan je de Hulk maken. Je kan Batman maken, je kan Superman maken. Dus het lijkt me straks helemaal tof om met jullie te doen. Maar vandaag gaan we natuurlijk weer even een beetje op avontuur. Ik laat jullie ondertussen een beetje mijn huis zien. En natuurlijk laat ik jullie natuurlijk mijn girlfriend even zien. Dit is mijn girlfriend. Ze heeft natuurlijk weer een diamond. Ja, girlfriends. Hè, kost altijd weer geld. Het is zo. Grapje, dames. Ik bedoel het helemaal niet zo. Maar ja, dit is in ieder geval Mikasa. Ik heb hier wat chesten die allemaal leeg zijn. Want zoals ik al zei, ik heb alleen nog wat dingen gemaakt. Oh ja, hier hebben we weer een girlfriend ruzie gehad. Dat is ook zo. Dus ik heb weer allemaal monies en dat soort dingen dat ik even hierin ga doen. En als ik daar nou gewoon de oors zo in doe. Dan pak ik deze chest. Dan doe ik daar dan mijn monies in. Weet je, monies neem ik gewoon mee. Weet je wel, misschien kom ik straks weer wat leuks tegen. Dan doe ik daar al die heels al in. Wat ik ermee moet, geen idee. Wat is dit? Slippers. Nou, ook nog een paar slippers erbij. Ik moet eigenlijk even kijken of ik een backpack kan vinden. Want dan kan ik in ieder geval mijn spulletjes altijd even in doen. Ik heb sowieso een keep inventory heb ik weer aanstaan. Natuurlijk heb ik geen zin om spullen te verliezen. Maar ik had daar verderop had ik een huisje gezien. Dat ik eigenlijk zo'n beetje met jullie weer doorkijk. Dat was een soort met T-vorm. En er stond wat op uit de verte. Ik weet niet precies wat. Dus dat gaan we sowieso even bekijken. Maar dit is Mikasa in ieder geval. Ik heb hier een. Ik moet sowieso moet hier nog een beetje weghalen. Die fences gaan natuurlijk weer weg. Maar ik heb hier namelijk mooi uitzicht op het water en zo. En dit is een beetje mijn huisje. Er komt straks nog een bovenverdieping op natuurlijk. Maar daar had ik nou even geen tijd voor. En kijk eens jongens. Wat een uitzicht. Hoe mooi. Je ziet gewoon echt al die rotsen en zo. En dat soort dingen. Hier heb ik een beetje de meloenen al wat geplant en zo. Ik heb al wat eten bij me. Dus dat komt mooi uit. Hier heb ik ook wat verschillende eten. Hier heb ik de potatoes. Hier heb ik wat carrots. En dan heb ik natuurlijk wat wheat. Dus het komt helemaal tof uit. Maar nou gaan we gewoon even verder spelen. Want ik had hem naar het huisje namelijk had ik daar gezien. En daar wil ik even met jullie naartoe gaan. Ik wil namelijk steeds mijn huisje upgraden. Nou, zo ziet het een beetje uit. Ik wil nog een bovenverdieping op maken natuurlijk. Dat we daar nog wat spulletjes gaan zetten. Dat daar bijvoorbeeld een chamber room komt natuurlijk. En misschien ook wel iets met experimenteren. Ik weet niet precies wat je nog allemaal kan. Transformer armen wil ik natuurlijk ook gaan maken. Er valt nog zoveel te doen. En dat wil ik ongeveer 2 tot 3 keer in de week samen met jullie doen. Zolang jullie maar die goede like button geven. Ik verwacht, ja... Underground Survival hebben we ook wel zo'n 20 likes gehad. Dan verwacht ik hier komt er 20 likes op. Moet lukken, ik heb verdorie bijna 3000 abonnees. Nou, als het 20 likes zou niet lukt, dan weet ik het ook niet meer. Ik hou van als jullie natuurlijk mijn aflevering waarderen. Hallo kip. Ik moet natuurlijk straks nog gaan wat dieren krijgen. Ik moet nog zoveel dingen doen. Maar voor nu zeg ik in ieder geval even, laat een leuke comment achter. Met een naam voor een girlfriend die ik moet geven. Ga ik een name tag zoeken en dan geef ik die namelijk een naam. Degene die met de leukste naam komt, die komt natuurlijk op de Kijkers Wall of Fame. Waar ik natuurlijk weer een nieuwe Wall of Fame moet voor maken. Maar dat gaat helemaal tof komen natuurlijk. Ik heb gelukkig een ei, wat moet ik met een ei? Huppakee, allemaal pumpkins. Hey, awesome. En volgens mij zie ik daar allemaal YouTubers, dacht ik. Even kijken, volgens mij was dat gebouw hier ergens, als ik het goed heb. Hoor, ik moet even kijken op een map. Ja, kijk, dat ding, daar gaan we naartoe. Want dat is volgens mij iets met een gebouw of zo, als ik het goed heb. Als ik het goed heb, hoor. Dus daar gaan we gewoon naartoe. Gaan we kijken of het in ieder geval wat is. Even kijken. Zie, hier heb je bijvoorbeeld nog allemaal YouTubers. Hallo, volgens mij YouTubers of kijkers is weer een girlfriend volgens mij. Gaan we even een kijkje nemen wat dit allemaal is. Of ze nog wat leuks te koop hebben. Hallo, Rayco Rock. Ja, ik ga een torch kopen voor mijn monies. Wat denk je zelf? Iron ingots voor wat monies. Kan ook altijd. Maar ik wil gewoon even naar dat gebouw doen. Ik wil er snel naartoe. What the fuck is dat? Is dit verbrand of zo? Er zit gewoon... Oh, dat was een schaduwfout. Ik dacht al dat het aangebrand was. Dan moeten we die kant op. Kijk, dat gebouw daar. Dat heb ik eigenlijk nog nooit eerder gezien. Dus ik ben wel benieuwd wat dat is. Ik pak alleen mijn zwaard natuurlijk erbij. Want voor de zelger komen er als allemaal rare beesten aan. Oh, ik wil een head. Ik wil de Joe Bus head. Geef mij die Joe Bus head. Ik heb nog geen head meer namelijk. Omdat ik opnieuw ben gewoon. Ja, dankjewel.
Even kijken, wat voor head hebben wij? Wij hebben een Joe Bus head. Dus we hebben in ieder geval weer een nieuwe head op. En dan zijn we helemaal klaar voor. Wat staat er nou? Topuscus. Volgens mij is dat zou wel weer een YouTuber zijn, denk ik. Ik volg niet veel Engelsen. Ja, ik volg wel redelijk veel Engelse YouTubers. En natuurlijk Amerikaanse YouTubers. Ja, het zijn allemaal Engelstalig. Maar gewoon echt de personen die ik echt heel veel volg. Dus de meeste die ik eigenlijk volg, dat zijn... Oeh, gaan we het aandurven? Nee, wacht, ik geef een eten. Oh shit, ik heb een portgun natuurlijk weer thuis gelaten. Het is ook zo. Even kijken. Gaan we dit in één keer zo even eten. En dan gaan we durven? Gaan we durven? Ja, we gaan het wel durven, toch? Ah, oh jee. Dit is zo verleiding, hè. Want ik heb altijd pech. Weet je wat ik ga doen? Ik ga run! Wat? Woe! I have lucky! Ik heb vandaag al geluk! Holy shit, your wish come true! Hallo! Ben jij Tobuscus? Ik ken geen Tobuscus. Heb jij ook de leuke dingen te kopen voor mij? Wat heb je? 5 diamonds, daar krijg ik monies voor. Ja, dat gaan we maar even... What the fuck? Check al die chesten gewoon! Dat zou ook nog wat goede stunt zijn als ze gevuld zijn. Holy shit, guys. We hebben gewoon een goudmijn hier. Als ik dit allemaal moet meenemen. Holy shit. Check this out, guys. Oh my god. We hebben gewoon heel veel doekoes en... Wat moet... Wat? Oh my god. Dit is gewoon een fucking goudmijn. Ik neem even de belangrijkste dingen gewoon even mee. Dat ga ik gewoon doen. Kijk, wat hebben we hier nog mee? We hebben... Er zitten heel veel carrots van een stick. Dus we kunnen straks een varkentje nemen. Dus op zich wel lachen. Nog meer geld en dat soort dingen. Ik neem even de belangrijkste dingen. Ik neem gewoon de paintings mee. Kunnen we lekker wat gebruiken in het huisje. Hoorde ik daar nou wat? Of was het dan aan mij? Dat zou waarschijnlijk wel aan mij liggen, denk ik. Maar als ik dit allemaal moet bekijken. Holy shit. Kijk, nog meer paintings. Kunnen we het huisje mooi maken. Even kijken, wat hebben we hier? Red sand. En holy crap. Hebben we niet wat pro-kist? Check hoe hoog dit gaat. Als het goed is, als ik gewoon shift druk, blijf ik hier zo staan. Hè? Ja, mooi. Dan kan ik geen chest openen. Hoe moet ik dit doen? Hallo? Ja, ik kan misschien met dirt of zo wat omhoog bouwen, maar... Het zit hier allemaal. Oh ja, geef maar die... Ah, ik laat de gold! Ah! Ik kan natuurlijk ook een keer zeggen van dat ik gewoon met mijn portalgun hier zo meteen binnenkort een keer langs ga. En gewoon al die chesten gewoon leeg loot. Maar check hier, meer. Holy shit. Hier zit echt freaking veel stuff in. Holy crap. Goud neem ik natuurlijk wel mee. Kijk, maar moet je kijken, guys. Holy shit. We hebben gewoon fucking veel spul gewoon, man. Gelijk. Nou ja, het zou wel niet zoveel zeldzame spulletjes... Hallo? Hoorde ik nou wat ontploffen of legt het nou mij? Zou waarschijnlijk wel weer aan mij liggen. Nog een diamond. Holy shit. Kijk eens. Ja, ik wil wel verder kijken, maar als ik het shift tegen... Ik wil gewoon even de bovenste chest bekijken. Dat gaan we gewoon doen. We gaan gewoon naar de bovenste chest. En dan ga ik even kijken hoor. Dan pak ik even snel even mijn dirt. Want dan kan ik dirt erboven zo meteen wel plaatsen. En dan kan ik, als het goed is, kan ik er straks van opstaan. Ik wil even kijken of misschien op het bovenste chest wel iets epic zit. Je weet het maar nooit. Holy shit. Moet je kijken hoe hoog dit is. Damn. Damn boys and girls. Oké, als ik dan gewoon die kapot sla. Hè? Even kijken. Waarschijnlijk met die. Kijk. Ga nou kapot. Ik weet dat er bloklek is. Toen al gaan we nou kapot. Goed zo. Oké, dan gaan we die kapot slaan. Oh, schiet nou op. Ik had eigenlijk even een shear moeten meenemen. Dan had ik hier snel doorheen gegaan. Oh, en toen krijgen we met die fucking bloklek weer. Kom op nou. Ah, kom op. Fuck dit. Schiet nou even op, man. Jezus. Ach, dat doet dit natuurlijk ook weer eeuwen. Kom op. Goed zo. Die nog even kapot slaan. Kom op. Ja, dan zit ik natuurlijk in die blok. Ja, wat is dit voor fucking rot shit, man? Goed zo, oké. Okay. Natuurlijk moet ik die ook weer openmaken, anders gaat hij natuurlijk niet open. Oké, okay, gaan we kapot. Goed zo. Oké. Okay. Oh, heb ik hem kapot gemaakt. Ik heb hier zo te zien nog wat meer gold. Kunnen we alweer gebruiken. Maar holy shit, we hebben hier gewoon echt een goudmijn. Ik ben er wel blij mee, hoor. Ja, bootjes. Ja, weet je wat? Ik ga gewoon een keer wel eens een keer buiten naar de aflevering of zo. Of binnenkort een keer met een portal gun. Ga ik gewoon hier een keer naartoe en dan kunnen we nu even kijken van of we wat veel van die stuff kunnen meenemen. Dan maak ik gewoon één voor één al die chests kapot. Want als ik het nou ga doen, dan is de aflevering zo snel voorbij. En dan is het alleen maar met chesten en zo loot. Ik geest even wat spullen droppen. Hé, hey, die heb ik wel nodig. Kijk, die kan ik wel weer gebruiken. Ja, die heb ik nodig omdat ik namelijk straks ook nog een keer naar een andere dimensie wil.
Dus ik gooi in ieder geval die dingen allemaal weg. Wat ik allemaal niet nodig heb, gooi ik even weg. Zo, die heb ik niet nodig, die heb ik niet nodig. Strawberry sheets heb ik nodig, carrot on a stick heb ik niet nodig. Oh, wat moet ik echt met al die troep, man. Ga we weg. Donder, oh, ik moet alleen de belangrijke. Ik moet eigenlijk gewoon even... Oh, paintings, ja. Oh, nee, die heb ik al nodig trouwens. Want anders moet ik die shelf weer maken, daar heb ik geen zin in. Zo, oké, dan gaan we nog een keer. Want ik heb namelijk die item frames, kan ik weer gebruiken straks om mijn chesten te sorteren. Ik kan het namelijk straks ook die chesten upgraden. Waarom dat jullie al denken van, ja, maar waarom heb je maar enkele chesten gemaakt? Ik kan ze namelijk straks allemaal upgraden naar, geloof ik, eerst iron, van iron naar gold en dat zingen. What the fuck was dat? Klote mier. Ga weg. Yo, dood. Doei. Die kan allemaal weg. Bones heb ik ook niks aan. En ik heb gewoon al deze troepjes heb ik niks. Momenteel in ieder geval niet. Sticks kan ik niet gebruiken. Verder kan ik momenteel niet gebruiken. En al die wool kan ik niet gebruiken. Jeetje, wat een troep heb je soms ook bij je, man. Holy shit. Maar we gaan even verder kijken. Ik ga even kijken of we misschien nog wat meer dingen op een map hebben. Ik zie hier nog een YouTube-huis die kapot is, zie ik. Ik zie hier ook al mijn YouTube-huis die kapot zijn. Maar ik kan natuurlijk ticket opgelopen in de hoop dat misschien daar wat zit. Ik weet het niet zeker namelijk. Dit zijn namelijk allemaal nieuwe gedeeltes dat nog geopend moeten worden. Ik ben natuurlijk nog niet overal geweest. Ik heb wel even de spawn gezet bij mijn huisje nou. Dus als ik mocht ik doodgaan, spawn ik in ieder geval in mijn huis. In ieder geval niet buiten ergens anders. Dus dat is in ieder geval weer een voordeel. Maar ik hoop eigenlijk dat ik ergens nog iets kan vinden met een... Holy shit, dat is een bij. Kunnen we Maya erbij aan? Maya. Wat is dat daar dan? Oh, er is weer een YouTube-huis. Yo, Maya. Maya. Oh, heeft wat 80 geld, joh. Maya, kom hier, Maya. Maya. Oh, Maya heeft hulp. Maya heeft een vriendje. Maya. Ga dood, Maya. Au. Maya, ga dood. Goed zo, Maya is dood. Dankjewel, Maya. I killed Maya. Holy shit, dat is nog één. Nee, ik heb geen zin om nog één te killen. Ik wil gewoon even naar het YouTube-huisje daar. Hallo. Oh my god, guys. I found Jesus. Hello, Jesus. Hello. Oh, mijn popfilter gaat weg. Hello, Jesus. I found you. Ooh, you want a present? No, you can't have a present. But, oh, kijk, die YouTube-huis daar is ook al kapot. Dat is momenteel namelijk een fout of zo in de mod zelf. Dat al die dingen bijna allemaal kapot gaan als ze spawnen. Dat is op zich wel kut, want daar kan ik er namelijk niet in kijken. Vind ik best wel jammer. Ik zie daar bijvoorbeeld ook weer iets in een huisje staan. En dan gaan we er naartoe zwemmen, want ik zie ook weer een YouTube-huis die wel half kapot zou zijn. Holy shit, check al die octopussen hier dan. Octopussies! Holy shit, het is gewoon een octopussie. Oh, wat is dat? What the fuck is dat? Ben jij vriendelijk? Hé? Hey? Wat ben jij? Een whale. Natuurlijk, een whale is altijd vriendelijk. Die heb ik trouwens nog niet gezien in Crazy Cave. Ik zie daar wel weer een Sea Viper. Daarmee ik om moet denken, want anders killt hij mij straks. Wie zit hier? Hier zit iemand in een zwembroek. Hallo meneer. Meneer Alex bij. Hallo. Hallo, wat heeft u een mooie zwembroekje aan? Wat heeft u een mooie zwembroekje aan? Een blauw strak zwembroekje. Hoe zit dat nou? Oh, je hebt alleen maar doekoes. Ik hoef niet alleen doekoes. Oké, dan zie ik daar weer een grote schildpad. Ik ga daar... Of schildpad. Schildpad, jongen. Ja, op zich zou ik kunnen zeggen, ja, dat is een schildpad. Maar nee, dat zijn krabben natuurlijk wie daar lopen. Maar ik wil even kijken wat in dat huisje daar zit. Ga aan de kant. Oh, wacht eens even. Die kan ik natuurlijk ook nog gebruiken. Want dan kan ik onder water straks. Kom hier. Kill, ga dood. Kerel, ga dood. Goed zo. Dat als ik nou goed doe, als ik die indruk. En ik ga naar beneden. En ik druk die in. En dan moet je kijken. Woep, kunnen we gewoon onder water. En dat is zwaar relaxed. Vooral als je onder water wil kijken of je hebt echt een groot gedeelte met alleen maar... Alleen maar water natuurlijk. Maar dan gaan we natuurlijk weer terug veranderen naar mezelf. Tenminste, ga je nou veranderen? Ik zou veranderen naar mezelf. Goed zo. Wat was dat? Ik zag iets geels of zo. Wat het was, weet ik niet. Maar het zou mij ook niet zo snel boeien. Hallo? Wie is dat? Vanos? Vanos? Ja, Vanos. Hallo, Vanos. Jij niet in je zwembroekje? Nee, je hebt er gewoon een rood shirtje aan met allemaal streepjes en dat soort dingen. Oké. Heb jij wat bijzonders? Jij hebt ook alleen maar geld. Holy shit. Ze hebben alleen maar geld, man. Wat heb ik eraan? Ik moet gewoon iets hebben wat ik kan gebruiken namelijk. Misschien iets leuks voor eens in ons huisje namelijk. Ons huisje en uw huisje. Jouw huisje. Onze huisje namelijk. Want ik deel deze Shut the fuck up, Bert. Ik ben wat aan het vertellen tegen de kijkers van mij. Maar even kijken of daar nog wat in zit. Hallo? Lucky block. Yay. Kom er nou één bloemetje uit? Serieus? Squid. Kom maar echt, wat is een romantic rose? Oh, romantische roos. Dat vind ik eigenlijk wel speciaal. Aan wie zal ik die romantische roos geven, kijkers? Zeg het eens even.
Aan wie zal ik hem gaan geven? Even kijken of hier nog wat is in ieder geval. En dan wil ik namelijk in de volgende aflevering ook even kijken of we iets kunnen maken of zo, weet je, wat we nog niet hebben gedaan. Dus je kan als goed is ook een speciale garden maken, een farm garden of zoiets. Ik dacht iets met een garden of zo. Even kijken. Ik zal even kijken wat we kunnen maken. Was er iets met een garden? Dat is die. Die wil ik even kijken of we die binnenkort even kunnen maken. Dat is een instant survival garden. Want dan krijg je namelijk van alles wat je kan gebruiken voor het farmen. Dus het houdt in wheat, sugarcane, potatoes, carrots. Ik heb het een gedeelte wel. Maar hoe makkelijk is het dat je het straks gewoon zelf hebt. En over eten gesproken. Ik moet zo te zien ook weer eten. Want ik begin een heel klein beetje honger te krijgen. Oké, hier hebben we volgens mij een bitch fight, dacht ik. Oké, hartstikke mooi. En dat was het denk ik wel een beetje. Volgens mij voor de rest is er niks. Nou ja, dan ga ik in ieder geval teruglopen naar onze casa. Onze casa, want ja, ik doe het gezamenlijk met jullie natuurlijk. Oké, ik bestuur het poppetje en alles en jullie kijken mee. Maar dat maakt het juist super gezellig. Ik wil voor nu jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Het is al een tijdje geleden, CrazyCraft. Maar de server doet het weer. Of ja, de server, de mod werkt in ieder geval weer gedeeltelijk goed. In ieder geval goed genoeg dat ik kan opnemen speciaal voor jullie. Ik hoop dat jullie het tof vinden dat het weer even terug is. En ik zie jullie volgende keer weer terug bij een nieuwe aflevering. Voor nu zeg ik in ieder geval bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en later.